Hallo serpentjes, ik ben Rick van Serpent Gameplay en welkom bij een nieuwe aflevering van Minecraft Survival. Ik zie een paar mensen kijken van, hey, maar dit is Monster & Co. Schrik Eiland. Staat zelfs in je titel. Nee, het is een Minecraft Monsters & Co. Schrik Eiland modpack met een Monsters & Co. Schrik Eiland texture pack. Waardoor het lijkt alsof ik Monsters & Co. Schrik Eiland speel, maar eigenlijk speel ik het in Minecraft. Kan ik dat bewijzen? Nee. Het is niet echt te bewijzen. Dus we hebben eigenlijk allebei een beetje gelijk. Laten we het daarop houden. Misschien zag iemand Minecraft in de titel staan. Dacht hij, nou. Dat Monsters & Co. Schrik Eiland erachteraan. Dat stelt vast niks voor. Het is gewoon een Minecraft video hoor. En dan klikt hij het aan en dan krijg ik geld. Hey, wat een idee. Wat een kut idee. Woe, een kut idee is ook een idee. Zoals mijn vader al zei. Rick, ruim je kamer op. Ik haat je. Nee, ik bedoel eerder, zoals mijn vader al zei. Eigenwijs is ook wijs. Dat vind ik een mooi spreekwoord. Zoals mijn vader al zei. Mijn vader heeft best wel veel goede spreekwoorden. Geld moet rollen en het liefst mijn kant op. Zoals mijn vader ooit zei, Rick, je bent een teleurstelling. Dat is mijn favoriet natuurlijk uit alle spreekwoorden. Hahaha. In ieder geval, we zijn vandaag in het park met een meneer genaamd Mark. Hij zit op het klimrek en hij eet graag met bestek. Dat rijmt. Oh, what the fuck? Wat de huh? Ik moet op S drukken. Ik druk op S, maar het werkt niet helemaal. Een beetje een SS'er. Dat is een hele slechte grap. Ik ga dood. Wow. Er werd zojuist gewoon flink getwerkt hoor. Monsters & Co. Schrik Eiland, officieel uitvinder van het twerken. Niet twerken, nee twerken. Oude mensen, die zeg maar als je twerken zegt, dan denken mensen meteen, oh, die jongen heeft er weinig ervaring mee. En ik wil me graag ook distancieren van het twerken. Ik heb het niet zo met twerken. Ik denk van, ja, dansen is zoiets moois. Moeten we ons nou echt verlagen tot onze kont in mensen hun gezichten douwen? Als een soort liefdesdans? Ik moet eerlijk zijn, het komt ook een beetje omdat ik geen kontenman ben. Ik ben toch wel echt, uiteindelijk, als het echt puntje bij paaltje komt, ben ik een borstenman. Dus ik denk dat het ook gewoon beter zou zijn als vrouwen hun borsten amputeren, met een mes afsnijden, aan hun kont vastmaken en daar dan mee schudden. Dat is gewoon een suggestie, weet je. Ik ga niet zeggen van, hey, schud je kont, hoer. Maar ik zou het niet erg vinden. Smerige slet dat je er bent. Dus, we gaan er met jullie. Oké, ergens zit als goed nog zo'n kutrobot. Je ziet hier ergens een oranje-achtige kut. Heeft iemand toevallig een kutrobot gezien? Als het goed is, gaat hij weer terug naar zijn prullenbak. Er zit ergens een robot in een prullenbak. Because he is a piece of trash. En die lok je eruit en dan ren je achter hem aan. Hey, kom eens hier, Marco. Marco, Apollo. Ik druk op S. Ik doe mijn best. Ik vind het allemaal wel best. Snap je? De letter S. De letter S. Dat is toch een letter. Het lijkt een beetje, de letter S lijkt een beetje op een 5. Maar dan mooier. Dat is mijn mening over de letter S. Oké, als het goed is, hoeveel beesten hebben we doodgemaakt hier? 4 van de 8, denk ik. Ja, 4 van de 8. Nog eentje. En dan krijgen wij onze felbegeerde. Niet zo heel lang verwachten. Een bronzen medaille. We zijn even een klein gezellig gebiedje ingegaan met hele gemene robots. En nervoten, zo heten die dingen trouwens. Voor de mensen die het nog niet weten, ik noem ze iedere keer babyrobots, maar het zijn eigenlijk nervoten. Ik heb de game niet gemaakt, ik kraak hem alleen af, dus hou je rustig. Shake that booty! Niet slecht voor een fan met AIDS. Had ik die grap al een keer gemaakt? AIDS is best wel een ding trouwens, geen grapjes over maken, Rick. AIDS is niet leuk, denk ik. Nee, ik heb liever geen AIDS dan wel, zeg maar. Het is ook echt een ding. Heel veel mensen onderschatten AIDS, maar als je net als ik super gay bent en iedere avond man in de kont neemt zonder condoom, dan is het best wel een probleempje. Er is echt niets giftiger dan AIDS. Hahaha, ik klik het filmpje ook weg. Je weet nooit wat echt giftiger is. Oké, ik zeg het al. Er is niks giftiger dan een kind. Hoe weet je dat, Rick? Omdat ik die film fucking vaak heb gezien. Soms, als ik niet kan slapen, dan kijk ik de film. Monsters & Co. Monsters & Co. Haal ik mijn slappe pik uit mijn broek. En dan, dan kijk ik die film. Dan wordt het opeens een hele harde pik, hoor. Wat triest. Oké, dan. Als ik een beetje meer slijm kan vinden, kan ik misschien deze rode robot alvast dood maken. Dat is al een kleine jeugddroom van mij, dus ik kan het even proberen. Of ik zeg gewoon, hey, fuck it, en ik ga door naar de volgende wereld. Want ik moet toch 4 bronzen medailles hebben, tot ik dat zilveren krein krijg. Het is een beetje een dilemma. Niet heel erg. Ja, fuck it, we gaan gewoon door naar de volgende wereld. Denk ik. Ik twijfel aan alles. Nou, het gaat wel heel snel hier, hoor. Denk ik. Kom op, Rick. Verzamel dat slijm. Of niet. Mag ook. Je mag gewoon doen wat je wil, Rick. Je bent een individu. Yeah. Het liefst heb ik al van het rode slijm, maar met het groene slijm schiet het... Oh, een trein. Oh, ik haat treinen. Zo, hé. Fuck jou.
Om het gewoon even kort samen te vatten. Fuck jou, fuck je moeder, fuck alles. Eens even kijken, hier is nog een klein beetje slijm. Het is fijn om slijm te zijn. Was ik maar slijm? Was ik maar geen mens? Was ik maar slijm? Was ik maar slijm? Ik ga binnenkort uitbrengen op iTunes, denk ik. Dat vind ik altijd zo leuk. Van die kijkers die dingen uit mijn video's en mijn remixes maken. Ik moet er gewoon aan. Ik krijg heel vaak zo'n vraag van, ik zie vaak in de comments ook van, ik kan hier wel een remix van maken. Dan denk ik, nou doe maar. Dus mail hem naar me. Ik flikker hem zo online op Serpent Gameplay voor de 30.000.000 views. Ik ben er echt niet tegen. Zolang mensen niet complete video's van mij online gaan zetten. Als je gewoon mijn video 1-op-1 uploadt op je eigen kanaal, dan ga ik hem eraf halen. Maar als jij een compilatievideo maakt of zo, ik ga hem gewoon kijken. Vind ik lachen. Als je een compilatievideo maakt met leuke Serpent Gameplay stukjes, geef je 1 mensen de reden om mijn video's niet meer te kijken. Hartstikke mooi. Maar het is ook een soort promotiemateriaal. Misschien zijn mensen wel geabonneerd op jouw kanaal met 12 abonnees en niet op mijn kanaal. En dan zien ze, wow, grappige stukjes Serpent Gameplay. En dan denken ze, wauw, dat zijn best grappige stukjes. Wat een goede gozer. We gaan terug naar Schrikkeiland, denk ik. Dit level afsluiten? Ja, zeer zeker. We moeten nog 1 leveltje doen namelijk. En dan krijgen we de bronzen medaille. De bronzen medaille voor de echte bronzen medaille liefhebbers. Dit is wel denk ik het moeilijkste leveltje. Van de stad in ieder geval. In de woestijn wordt het wel een stuk moeilijker, ja. Kan ik je vertellen. Het is wel lachen hier. Hartstikke gezellig. Kijk, hier zijn... Oh ja, bestuurbare autootjes. Fuck bestuurbare autootjes. Hoe was het ook alweer? Voor mij moest je de zender kapot slaan. Anders dan... Er was iets. Zoiets. Ja, kijk. Je moet die zender kapot slaan met zo'n gekke boomstuiter. En als je hem kapot hebt, dan ontploft het autootje uit zichzelf. Hier is een riool. Voor de liefhebbers van kak. Haha, dat is helemaal niet zo grappig, Rick. Wil je omhoog glimmen? Nee, ik blijf al voor de rest van mijn leven in dit kakhol zitten. Dankjewel. Hier is een pogingmunt. Ik zou het wel tof vinden als ik het aan het einde van de serie 99 pogingmunt heb. I got 99 pogingen, but a bitch ain't one. Oh, wat goed. Dat is wel grappig eigenlijk. Vind ik, hè. Het is mijn show. Hey, doe eens normaal. Doe dat thuis ook? Ik hoop het niet. Want, wat voor huishouden heeft een auto? Zijn je vader en moeder ook auto's? Of, hoe werkt dat? Een nerfoot! Sloop hem! Sloop hem tot hij dood is! Je moet ook niet zo laat buiten zijn, jongeman! Want dan maak ik je gewoon dood! Dat zou ook wel een goede seriemoordenaar zou zijn. Als ik dan toch seriemoordenaar ben, leg ik wel aan kinderen uit waarom ik ze dood maak. Hé, gast, leuk dat je snoep aanneemt van vreemden, maar heb ik gewoon zie je niet ingestopt. Je gaat gewoon dood nu. The end. En ze leven nog lang en dood. Hey, kijk, zo'n blauwe robot loser. Voor mij rennen die meestal niet eens weg. Oh, je bent zo'n nerd. Probeer dan tenminste nog niet vermoord te worden, weet je wel. Gil een beetje. Hup. Zo'n heel pling. Hij is klaar. Oh, mijn broodje. Eens even kijken. We hebben in ieder geval al 2 robots kapot gemacht. We kunnen weer terug naar het stinkende stinkriool. Voor nog een dingetje. Ik weet niet zeker, maar misschien kun je die plant ook nog schudden. Shake that ass. Shake die plant. Voor nog meer gezelligheid. Ik moet sowieso nog iets doen, want voor mij is hier een winkel. Oh ja, waarschijnlijk als je die derde nervote doodmaakt. Als je alle nervoten in het begin doodmaakt, dan gaat de speelgoedwinkel open. En daar is speelgoed. En winkel. Speelgoedwinkel. Hey bitch, sorry dat het zo moet gaan. Maar het is voor jou tijd om niet meer te bestaan. Zo, en dan gaat de speelgoedwinkel open. Oh, zo spannend. Oh, wat erg. Oké, we gaan de speelgoedwinkel in. Wie heeft er zin in speelgoed? Ik niet, maar ik moet toch een level halen. Dus hey, ja, ik. Is het hier? Nee, hier een briefbus. Bats, zit er nog post in? Nee. Hint, om de auto met afstandsbediening te verslaan, spring je super hard bovenop de afstandsbediening. Dat is wel heel hard hoor. Zo. Dat soort woorden gebruik ik hier thuis niet. De enige woorden die ik hier thuis gebruik betreffende hard zijn dingen zoals kankerhard. Ja, ik zei kanker. Oh nee, abonneer maar niet. Abonneer nog maar harder, weet ik veel. Ik zoek altijd graag de grenzen op. Het is niet dat ik het zo'n fantastisch geldwoord vind, maar het past leuk in de situatie. Doe wat je wilt, sla me in elkaar, verkracht me, doe wat je wilt. Ik ga wel terugvechten. Ik heb een taser, ik heb geen taser. Hé, kijk, een gele man. Een geile man. Of vrouw. Hé, dit is wel een soort kapsel waarvan je denkt, nou, je hebt waarschijnlijk een vagina. Maar hé, wie ben ik om dat te bepalen? Je moeder. Ik zei trouwens wel kanker. Kanker is 100 keer minder zachter dan kanker. Vooral omdat kanker geen ziekte is. Dus ja, doe maar wat je wilt. Hey, Robotman, doe eens normaal. Ga eens bier halen. Deze dingen zitten dus slijm, zoals je kan zien. Ik heb geen idee wat het voor moet stellen, maar het draait rondjes. Dus hey, ik vind het helemaal best.
Verder zit er nog een van de gasten hier op die kassen te lopen. Doe eens niet, man. Hé, hey, kinderachtige gedoe. We hebben er helemaal geen tijd en of zin voor. Oké, ik heb er tijd en zin voor. Whatever. Whatever. Booga, 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 booga. SS. Ik ga iedere aflevering een keer een opmerking maken over het feit dat het SS is. Niet slecht voor een vent met één oog. Ik dacht, zeg maar, er is ook nog een heel dak hier en ik dacht dat we daar eerst heen moeten, maar nog niet. Dus we krijgen nu meteen de trampolines. Kunnen we terug gaan naar andere werelden en daar goud en zilver halen. Wat een feest. Weer een cutscene uit de film. Wie heeft er zin in? Niemand. Mooi. Dat doe jij wel, jongeman, want wij willen dit. Kindersgeschreeuw. Ja, het is ook niet echt mijn favoriete geluid. maar ik hoor het wel heel vaak. Ik heb meerdere kinderen opgegeten. Alleen ze leven nog. Mijn maag is een beetje kapot. Een soort storing of zo. Vraag maar aan de NS. Die weten er meer vanaf. Oké, dan. Ja, je kan dus meteen verder gaan in deze. Ik weet niet, hoe de fuck krijg je nu die trampoline? Ik heb in alle levels. Ik moet zeker eerst Randall verslaan. Is dat het? Moet ik eerst Randall verslaan? Is dat het? Dat is het waarschijnlijk. Je hebt dus die gast. Randall. Oh, kijk. Filmpje. Ja, dat is in de film. Wat? Ja, een filmpje uit de film. Dat hoort er allemaal bij. Gefeliciteerd, jongens. Nu mogen jullie de trampolines gebruiken. Dus zorg dat je ze vindt. Godverdomme, ik schrik me dat tering, trampoline. Gefeliciteerd, je hebt geen leven. Tadaa! Je hebt alle trampolines gevonden. Ik heb maar niks gedaan. Ik heb die Nervote doodgemaakt. Maar oké, whatever. Oh, kijk, de Randall race begint meteen. Je moet dus en voor Randall winnen, en je moet 75 munten verzamelen. Ja. Ik heb ook, later in de game krijg je ook wel eens dat je dus wel genoeg munten, of wel van Randall wint, maar niet genoeg munten verzamelt. Nou, dat is lullig hoor. Oh ja, dit is ook meteen een soort introductie aan de trampoline. Maar dit is niet zo moeilijk. Je glijdt gewoon door een bak, maar af en toe komt tussendoor een loopstukje. Moet je heel snel over kratten heen en zo. En hier mag je dan de trampolines gebruiken. En Randall gaat dan via die kratten, en dan gebruiken wij die trampolines zo van, haha, nerd. En dat is dan hilarisch ofzo, kijk. Je kan dus zeggen van, oh, ik gebruik de trampoline. Dat gaat wel sneller, maar dan krijg je minder munten. Nou, hier is het trouwens totaal niet dat iedere 10 munten een zilveren medaille waard is. Was het maar zo'n feest, kijker. Was het maar zo'n feest. Het leukste gedeelte hiervan is als je doodgaat. Dan moet je de hele glijbaan weer opnieuw doen. Oh, ik had die pogingmunt. Oh, wat erg. Oh, wat erg. We zullen er waarschijnlijk al bijna zijn, want ik heb echt al triest veel munten. Ik moest er 75. Hier, dit is wel even handig om zo te doen. Kepoinkie, kepoinkie. En we glijden weer lekker verder. Hoppakee. Zeg wat voor mij om de laatste sprong te verneuken en dan dood te gaan. Voor altijd. Voor altijd en voor eeuwig ben ik hartstikke dood. Voor altijd en voor eeuwig doodgaan. Jij wint. Jij staat ook heel raar. Je bent sterker dan ik dacht. Je bent sterker dan ik dacht. Ik wil even overschrijven. Bam, armpjes op je zij. Kijken en gaan. Hoppakee. Dus dat. Oké, dan. Hey, hij had nog steeds... Een foto. Helemaal mooi. Hij hangt een beetje scheef. Wasowski, gefeliciteerd. Jullie hebben de training in het stadsgebied goed doorstaan. En hiermee hebben jullie de toegang verdiend tot het woestijntrainingskamp. Woestijn! Geluk. En onthoud. Jullie kunnen altijd weer terug naar het stadstrainingskamp. Fuck de stad! Bam! Oké, ja. Oorspronkelijk, als completionist zou ik eerst de stad gaan doen. Maar, om de serie zo niet saai mogelijk te maken, ga ik eerst gewoon de woestijn doen. En dan kom ik daarna weer terug aan de stad ofzo. Als de game niet volledig vastloopt, that is. Serieus, ik wil eigenlijk wel verder met de game. Jullie zien het niet? Maar ik zie nog heel licht de game. Oké, we gaan naar de woestijn toe. Wat is er allemaal te doen in de woestijn? Armoede! Kinderen in Afrika! Oké, dan toppie. Deze is leuk, de oase. Die is wel lekker muziekie. Nou, we nemen lekker Sully. Nou, weet je hoe het zit? Niet. Weet je hoe het zit? Ik ook niet. Oh, dit begin is leuk, jongen! Ja, dan blijf ik kijken van deze aflevering. Nee, we gaan even een minuutje. Even een minuutje oase knallen. Dat is een van mijn lievelingslevels. Het is gewoon relax. Lekker relax! Weet je, alle andere levels? Druk! Relax. Gewoon de muziek al. Echt zo'n smoke weed every day muziekje. Oké, het zit zo. Hier zit een slang in een potje. Fuck slangen in potjes. Bam. Oké, kijk, dat is een statement. Waar ik erg achter sta. Je hebt ook dus een soort kreeftachtige schorpioen dingen. Helemaal de tering. Wat doe ik? Bam. Die is kapot hoor. Ik ben niet snel zeker van mijn zaakje. Maar die gast is flink kapot. Fuck je kasteel, man. Fuck je kasteel. Boeit mij niks. Gratis chips. Yeah. Oké. Wat je dus vooral moet doen is hierop staan. Hoe werkt het ook weer? Ja, je moet hierop staan geloof ik. Hoe de fuck weet je dit ook alweer? Kut.
Er was iets met de machine en codes en misschien ook eerst gewoon even die gast hier doodmaken. Ik weet het niet. Ik weet niet wat de volgorde hier is. Ik doe gewoon mijn werk, meneer. In deze wereld, in de woestijnwereld, is het dus weer zo dat om de zilveren munten te halen heb je weer iets nieuws nodig dan de trampoline. Je hebt een soort snelheidsstrip nodig en dan is ieder level weer net één munt die je alleen kan halen met die snelheidsstrip. Het is heel kinderachtig. Het is een game voor kinderen. Vooruit dan maar. Hey, trouwens, hadden we weer bezig met zijn zandkasteel opnieuw bouwen. Lieve kijkertjes, dankjewel voor het kijken van deze aflevering. We gaan iets cools doen. Dit hoort aan te kunnen. Hoe de fuck? Oh, hier zo. Gaan we wat grappigs doen, hè? Je ziet nu een combinatie. Geel, groen, rood. Ik geef bedankt voor het kijken van deze aflevering. Als je de volgende aflevering in de combinatie nog weet, dan ben je een combinatie. Haha, nee, echt waar. Onthoud hem en je bent niks, maar het is wel grappig. Ik ben geel, groen, rood? Dat was hem misschien. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende aflevering. En dan zien we elkaar weer en gaan we knuffelen en zo. Tot de volgende aflevering. En doei. Oh, wacht. Ik kan het niet. Hey, later. Dankjewel. Groetjes thuis. Doei.